In deze video bespreek ik de 10 kandidaten, een theorie over de mol die waarschijnlijk een vrouw is, en een interessante tekst op de Wie is de Mol site. Hey alle, hopelijk gaat alles weer goed met jullie en hebben jullie al heel veel zin in het nieuwe seizoen van Wie is de Mol, dat op 6 januari om 8:30 te zien zal zijn op NPO 1. Gisterochtend om 10 uur werden Anna, Babs, Fons, Jeroen, Jip, Justin, Kees, Rian, Rosario en Tooske bekendgemaakt als kandidaat. Veel van deze namen hadden wij natuurlijk ook al wel goed als verwachte kandidaten. Goed, ik heb per kandidaat die meedoet, heb ik even de belangrijkste details opgeschreven. En die ga ik even met jullie doornemen. Zodat we natuurlijk ook op 6 januari goed voorbereid zijn op wie alle kandidaten nou goed zijn, zeg maar. Anna Gimbrère is 37 jaar en wetenschapscommunicator en programmamaker. Ze is een van de vaste gezichten en de stem van Caro en Gervais, waar zij onder andere het journalistieke programma Pointer presenteert en de podcast Zo Opgelost maakt. Anna's quote voor dit seizoen is: super bijgelovig voor iemand die gelooft in de wetenschap. Dan hebben we Babs Schutte. Zij is 24 jaar en artiest, producer en songwriter met een passie om maatschappelijk relevante, urgente thema's dansbaar te maken. In haar eigen geproduceerde Nederlandse nummers maakt ze taboes bespreekbaar en rapt ze over onder andere identiteit, reflectie en stereotypering. Babs' quote is voor dit seizoen: ik ben heel analytisch en ik let goed op. Fons Hendricks is 37 jaar en presentator, verslaggever en journalist. Wekelijks onderzoekt hij in het programma Radar consumentenproblemen en vraagt bedrijven en organisaties om uitleg en verbetering. Van ondeugdelijke producten tot malafide praktijken, Fons draait er zijn hand niet voor om. En de quote van Fons voor dit Wie is de Mol seizoen is: ik ben sowieso de winnaar. Daar houden we natuurlijk van. Een beetje standvastigheid. Jeroen Spitzenberger is 47 jaar en heeft zich ontwikkeld tot een van de meest veelzijdige en productieve acteurs van Nederland. Met groot plezier switcht hij tussen theater, film en televisie, verleent zijn stem aan audioproducties en geeft tussendoor les. Bij het grote publiek is hij bekend van hoofdrollen in kaskrakers als Alles is Liefde, Divorce, De Tweeling, Mannenharten, Meesterkikker, Oogappels, Stanley H, Bumperkleef en Anoniem. En Jeroens quote voor dit Wie is de Mol seizoen is: je kunt thuis van alles bedenken, maar in werkelijkheid moet je reageren on the spot. Jip van den Toorn is 30 jaar en is beeldcolumnist voor de Volkskrant. Twee keer per week deelt ze daarin haar kijk op de maatschappij en de politiek. Ook illustreert ze voor onder andere Nederlandse en Belgische kranten en tijdschriften, waaronder Het Parool en De Morgen. En zit ze in de redactie van het televisieprogramma Dit Was Het Nieuws. En Jip's quote voor dit Wie is de Mol seizoen is: ik hoop dat de mol denkt dat we vrienden zijn. Justin Moyer is 31 jaar en beter bekend als een van de bekendste drag queens van Nederland, Jané Jacquet. Jané is de runner-up geworden van Drag Race Holland en heeft meegedaan aan de internationale versie van het bekende RuPaul's Drag Race UK versus the World. My English is not very good. En Justin's quote voor dit seizoen is: het is aan anderen om te bewijzen dat ik lieg. Kees van der Spek is 59 jaar en journalist, ook beter bekend als misdaadjournalist. In 1996 werd hij aangenomen op de redactie van het toen net nieuwe programma Peter R. de Vries Misdaadverslaggever, waar hij ruim 17 jaar zou blijven en zich ontwikkelde tot regisseur en rechterhand van Peter. Kees zijn quote is: als je aan je neus zit terwijl je wat zegt, duidt dat soms op een leugen. Kees is dus heel voorbereid op dit Wie is de Mol seizoen, zo te horen. Rian Gerritsen is 52 jaar en had maar één droom: toneelspeelster worden. Na wat hobbels ronden ze in 1997 de toneelschool Arnhem af. Ze speelde bij diverse gezelschappen, waaronder het Nationaal Toneel, de Theatercompagnie, Bos Theaterproducties en in het jeugdtheater onder andere bij de toneelmakerij. Daarnaast kent het grote publiek haar van de series Dr. Deen, Celblok H en De Luizenmoeder. En Rian's quote voor Wie is de Mol is: mijn strategie is dat ik enorm op wil gaan in de groep.
Rosario Munsendijk, aka artiest Soor, is 26 en veelzijdig muzikaal artiest. Ondanks gehoorverlies bracht hij muziek tot leven als artiest, producer, componist, dirigent, rapper, singer-songwriter en toetsenist. Hij was daarnaast de winnaar van het programma Maestro en ontving in 2023 twee Edisons voor beste album en beste hiphop. Soor's quote is: kandidaat zijn voelt als de goede versie van een schoolreisje. Dan tot slot hebben wij Tooske Ragas. En Tooske Ragas is 49 jaar en na het afronden van haar studie in Engelse taal en letterkunde begon haar televisiecarrière als VJ bij de muziekzender TMF. Het grote publiek leerde haar kennen als presentatrice van Idols en in de jaren daarna volgden tientallen tv-programma's bij verschillende omroepen in binnen- en buitenland. Ze had een eigen programma genaamd Ragas Reist Rond en is sinds 2021 het vaste gezicht van Shownieuws. En was ze onder andere een vast gezicht in de Nickelodeon-series The Ludwigs en het internationale Hunter Street. Wil jij trouwens elke week hints en theorieën blijven ontvangen en kunnen zien? Abonneer dan vooral even hieronder, zodat je mij wekelijks ziet terugkomen op je beeldscherm. Goed, dan gaan we even door naar een theorie over de mol. En dat is namelijk dat de mol dit seizoen waarschijnlijk 99% zeker een vrouw is. De afgelopen twee seizoenen waren namelijk Everon en Jurre de mol. En vandaar dat Wie is de Mol denk ik ook alweer een beetje over nadenkt dat het weer tijd is voor een vrouw om de rol als mol te gaan spelen. En om dan even terug te kijken naar de vrouw dit seizoen, dan blijven Anna, Babs, Jip, Rian en Tooske over als mol. Ik ga dus dit seizoen extra letten op die vrouwen. Dan nu een hele interessante tekst die te lezen is op de site van Wie is de Mol. En die is te koppelen aan de tarotkaarten die bij de kandidaten horen. Er is namelijk te lezen op de site dat de kandidaten een kijkje in de toekomst kunnen krijgen, waarbij zaken die normaal verborgen zijn worden onthuld en waarbij de kandidaten blijkbaar het spel naar hun hand kunnen zetten en zo de mol kunnen ontmaskeren. Al meteen worden de kandidaten op weg geholpen door een waarzegster. Zij geeft hen inzicht in het spel en biedt hen de mogelijkheid om hun eigen toekomst te bepalen. Wat staat er in de kaarten en wat doe je met deze informatie in een spel waar niets is wat het lijkt? Uit deze tekst kan ik dus leiden dat de kaarten te leiden zijn naar de opdrachten en niet per se een uitkomst zijn of een kenmerk zijn van de kandidaten zelf. Ik denk dat het in de toekomst kijken iets te maken heeft met die kaarten. En dat de kandidaten in de toekomst kunnen kijken van die kaarten. Dus bijvoorbeeld de kaart van de tempel hoort bij Kees van Spek, die misschien dus al voorkennis heeft over de opdracht van deze tempel. Dus de kandidaten kunnen hun eigen voorkennis verdienen ofzo. Dan ga ik nu voor het volgende stukje even mijn theorieëntelefoon erbij pakken. De symbolen die namelijk op die kaarten zijn, zijn onder andere een paraplu, zeemermin, het hart, cactus, een bel, een kroon, een schaar, een tempel, een brood en een vlag. Wat kan je daarmee? Als je dat vertaalt, de symbolen die op die dingen staan, dat staat voor iets, dat heeft een betekenis. De paraplu heeft een symbool voor veiligheid en bescherming. De zeemermin is een symbool voor verleiding en bedrog. Het hart is welk geliefd en liefdevol is, emotioneel. De cactus staat voor prikkelbaar en kan spelden prikken uitdelen. De bel is alarmerend, luid en verkondigend, trekt de aandacht naar zich toe. De kroon is een symbool voor leiderschap, sturing, controle en macht. De schaar is messcherp en snijdend, ook wel een tweesnijdend zwaard. De tempel staat voor heiligheid en offergaven. Het brood dat staat voor voeding geven. En de vlag staat voor een vaandeldrager en een symbool van een soldaat. Iemand die de grenzen bewaakt en strijdvaardigheid. Wat mij hier dus in opvalt, is dat de zeemermin dus een symbool voor verleiding en bedrog is. En wat kunnen we met verleiding en bedrog? Want wat doet een mol? Juist, een mol die zorgt voor verleiding en bedrog in een seizoen. En wie is de zeemermin? Wie heeft het kaart van de zeemermin? Dat is Babs. Dus ik verdenk hierdoor Babs wel veel meer al gelijk. Want ik vind het best wel een hele goede theorie. Maar laat natuurlijk ook vooral jouw eigen bedenkingen weten in de reacties hier onder deze video. Dia del Topo. Iets heel anders is dit. Het is iets Mexicaans.
En Dia del Topo betekent oftewel Dag van de Mol. Op de Wie is de Mol site wordt er een plaatje laten zien waarop er vlaggetjes te zien zijn met Dia del Topo erop. Oftewel Dag van de Mol. Gaan wij een opdracht krijgen waar wordt gevierd dat het de Dag van de Mol is? Dat moeten we dus best wel goed in de gaten gaan houden. Want stel, dat is een opdracht, dan kunnen we daar waarschijnlijk iets mee met de mol. Maar dat is natuurlijk nog niet duidelijk wat we daarmee kunnen. Dan komt tot slot, als het goed is, morgen het molboekje binnen. Waar we natuurlijk allemaal heel excited voor zijn. Want het is gewoon tof om weer te hebben. Kan er weer wat achter bij de achtergrond. Dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze Wie is de Mol video. En dan zeg ik abonneer voor meer en laters.